Duizenden liefhebbers en verzamelaars van elektrische modeltreinen zitten in zak en as. De Duitse fabrikant Märklin kan het niet langer bolwerken en heeft faillissement aan moeten vragen. Ja, na anderhalve eeuw dreigt er daardoor een einde te komen aan een legendarisch merk. Dat betekent dat duizenden liefhebbers met hun miniatuurlocomotieven en wagons op zolder een andere passie moeten zoeken. Hoe vaak zit je hier nou? Nou, meestal pakken we s'avonds even een uurtje of een half uurtje, waar je net hoe het uitkomt. Vader en zoon Leister zijn al hun hele leven bezig met modeltreinen. Op hun zolder ligt zo'n 100 meter miniatuurrails. Ja, waar komt er vandaan? Mijn vader is er vroeger mee begonnen. En op een gegeven moment ga je zelf ook meedoen. Oh, ik was een jaar of zes. En op een dag staat je hele zolder vol. En ja, op een gegeven moment staat hij. En dat, ja, dan zie ik, als je, ja, het lijkt heel veel natuurlijk. Maar als je het over 40 jaar beschouwt, ja, dan komt elk jaar komt er weer wat bij. En het ene jaar wat meer is het ander. En zo zijn er duizenden treinfanaten in het land. Maar aan hun plezier dreigt een einde te komen. Fabrikant Märklin heeft voor de tweede keer in 3 jaar tijd faillissement aangevraagd. Bij de speciaalzaak in Utrecht was dat even slikken. Geschrokken, verrast, eigenlijk niet verwacht. En zeker niet zo kort voor de beurs, speelgoedbeurs in Nuremberg. Nou, dan dacht ik dat ik een klap in mijn bek kreeg. Ja, dan denk ik, jezus, dat gaan we nou allemaal meemaken. Een heel groot gemis, zeker in de productgroep waarin wij werken. Omdat je gewoon zegt, maakt een heel groot deel van je omzet uit. En dan niet alleen voor ons, maar ook voor heel veel consumenten die toch deze hobby uitvoeren. Toch zien ze het allemaal niet zo somber in. De reden voor het faillissement is niet duidelijk, maar het is wel een manier om makkelijk van overtollig personeel af te komen. Kenners gaan dan ook uit van een doorstart, net als de vorige keer. Ik denk dat we gewoon optimistisch moeten blijven. En dat we gewoon moeten zeggen dat, zoals wij ook deze keer toch weer naar Nuremberg afreizen, gewoon onze orders gaan plaatsen, dat daar best wel de uitkomst in zal zitten dat het gewoon door zal gaan. Denkt u dat u over een jaar nog steeds hier met de Märklin-treinen zit? Ja, we gaan gewoon door. Ik bedoel, je bent er lekker s'avonds en alles mee bezig. Dus ja, ik vind allemaal dat je dit allemaal, je wilt het niet verloren laten gaan dan natuurlijk.